Yo, met Mike en Al. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Dit is de tweede aflevering van de Bank Mob. Nou, ja, wie ik vandaag heb geüpload. Ik heb net één geüpload. Als je die hebt gezien, check een linkje in de beschrijving. Ik ga mijn zusje, die heeft ook een eigen kanaal. Daar heb ik het linkje ook al van in de vorige video staan. Dus ja, check die video ook even. Want toen hebben wij dit zo gebouwd. Met alle wagens erin. Dus ik ga die video zeker weten in de beschrijving zetten. En kijk, dit is leuk. En dan hierop nog één. Wacht. Yo, allemaal alarmbellen tegelijk af laten gaan. Maar nee, maar alles gewoon lekker hier ook in. Hier in. Daar in. Nou, we gaan vandaag met de bankmob verder. Want we moeten op een gegeven moment het grote gebouw afmaken. We moeten nog wat geld. We moeten nog een andere bank gaan maken. Waar we dan... Nee, onze maker van het geld. Dat we het geld gaan maken. Daar moeten we nog de fabriek van maken. En dat gaan we waarschijnlijk wel allemaal in deze video doen. Ik weet niet of we het gaan halen, maar dat zien we dan wel weer, mensen. Dat zien we dan wel weer. Maar mensen, ik heb echt meer abonnees nodig. Echt. Want mijn zusje die heeft 50 abonnees, als het goed is. Of misschien al wel meer. Ja, en dan verdien je toch wel veel. Geld hoor. Ja, echt. Oké, dus nu 3 hoogte. Ja, het moet zeker wel dit hoogte zijn, ja. Alleen dat dak erbovenop, dat is echt veel werk. Ik weet ook niet of we het allemaal in deze video gaan afkrijgen, maar dan maak ik altijd gewoon nog een video en nog een video en nog een video. Het is nu namelijk 4:30. En rond 6 uur komt mijn vader thuis. En na het eten heb ik ook nog de tijd. Ik moet even mijn mobiel checken, mensen. Tot zo! Nou, maar dat was ik weer. Ik heb hier mijn Motorola mobiel. Ja. En ik moet even wat checken op mijn WhatsApp. Want dan kan ik jullie daarna vertellen of ik vanavond een video ga opnemen. Want ik heb mijn bot een beetje of wel opgenomen. Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Ik ga jullie ook niet geen pincode of zo laten zien. Nee, dat mag niet. Dat doe ik ook niet. Zo ga ik bank niet. Als je er al naar vroeg. Hier mijn achtergrond zien jullie als het goed is. Ja, mijn achtergrond. Daar ben ik zelf aan het schieten met mijn neefjes. Dus ja. Oké. Nou, mooi. Ik mag vanavond mijn video's opnemen. Want ik heb het blijkbaar goed opgeruimd. Oh ja, wacht. Hierachter komt ook nog een gebouw. Maar daar komen dan alle kluizen van de bank. Ja. Alleen zit ik nog wel even na te denken hoe ik het ga doen. Oh, ik heb al een heel leuk idee voor mijn fabriek. Oh, dit idee was heel erg vet. Maar straks is er wel een probleem. Oh, waar? Ja, ik heb natuurlijk nog geen video. Nog geen wifi. Een video van 1 minuut. Die ga ik dus nog niet kijken. Ik ben nu bezig met de opname. Ik ga straks wel even vragen of mijn oom en opa ook op mij willen abonneren.
Want ik heb die abonnees nodig, mensen. Ik heb die abonnees nodig. Oké, als het goed is, nu laat een beetje alles dus. Ja, dus als het goed is, mag ik vanavond nog een video opnemen. En dan ga ik ook zeker weten wat doen als het mag. Niet dat ik zo'n straf krijg omdat ik het op de aarde neer heb gezet. Terwijl het in de vaatwasser moest. Maar ja, dat maakt mij op zich niet uit. Weet of nou in de vaatwasser moet of niet, dat heeft mama niet bijgelegd. Alleen je bord een beetje opruimen. Dus ik denk, ik zet het gewoon op de aanrecht neer. Dan doe ik vanavond de rest wel. Omdat ik moest gewoon gauw naar school. Schooldingen. Zakelijk. Ik was een beetje laat. Ik ging op de 20 weg. Dus ja. En ik moest bij de 5 minuten op school zijn. Dat lukte mij niet. Dus ik heb maar niet in de vaatwasser gezet. En mijn 5 minuten. Want met 5 minuten ging de bel en dan mag je altijd naar binnen. En dan heb je altijd nog een soort inloop van 10 minuutjes. En dan gaan we aan het werk. Ik heb vandaag ook mijn lessen. Mijn toetsen gaat. Zijn mijn rekenen zit ik op. Maar ja, ik weet niet of ik dat moet vertellen. Of ik dat mag vertellen. Want ja, in privé geen persoonlijke dingen. Maar dit gaat over school. Dus jullie zien wel in de volgende video of het mag. Maar goed, ik heb juist rekentoets gehad. Ik heb weer op irritatie informatieverwerking gehad. Ik heb een nieuwsprep gehad. Ik heb vorige week ook wel getoetst. Dus ja, dat gaat wel lekker, ja. En nou ben ik helemaal klaar met die bankmannekes. Nou ga jij ook de hel in. Zo. Daar staan ook nog 2, die moeten ook nog even weg. Die gaan ook allemaal zo meteen de hel in. Ik ken alles gewoon niet eens, maar waar die de hel is in een vorm. Oké. Dit is de letters van de bank. Ja. Nou, de eerste bank is af. Bye bye. Loser. Bye bye. Zo. En trouwens, wil je deze mod ook installeren? Dat kan. Daarvoor heb je nodig. Dan heb je Technic Lounge nodig. En wil je dat ook? Laat het even weten in de reacties. En dan kan ik daar een video over maken hoe je Technic Lounge installeert. Ja, ik ga nu beginnen aan dat grote dak. Nou, let's. Walk and wow, let's go, let's go, let's go, let's go. Dat dak gaat echt wel een hele klus worden. Maar ik. Dat, nee. Weet je wat? Oh, dit is weer niet handig. Nee, dit moet ik even anders gaan regelen. Misschien als ik het hier zo doe. Ja, dat werkt dus ook. Dan zie je alleen wel wat redstone. En dan moet ik hier dus ook even zo. Ja. Maar als je ziet, dat maakt dus niet echt heel erg uit. Als ik toch wanneer dit te boven en dit gewoon telkens boven zit. Nee. Ik heb een veel ander idee. Zet ik dit gewoon hier, ja. Zo. Alleen, wat doe ik dan met deze? Kan ik deze nu wel hier neerzetten? Als deze dan nu uitzet. Oké. Dus dat gaat ook niet. Hier tussen zou het op zich kunnen. Maar ja, dus we hebben 10. Ja, hoe gaan we dat met deze oplossen? Natuurlijk. Gewoon zo. Niet moeilijk. Zo. Er zitten wel op 3 verschillende plekken, maar ja. Ik moet even met deze wagen weg. Of wagen, oh nee. Oh nee, ik moet gewoon een eigen auto hebben, jongen. Holy, dat is nog iets beters. Ja, een blauwe Formule 1 wagentje. En die mag ik dan mooi hier buiten plaatsen. Ik kom dan zo alle werkauto's te staan van iedereen.
Enden. Ja. Oké, dus ik ga gewoon bij de filletjes doorbouwen. Rem. Ja, achterblokkade. En een voorblokkade bouw ik hier voor. Hij weet niet wat ik zeg, een keel. Hij zegt, jij bent fucking gay. Jij bent fucking gay. Gay. Oké. Hier bovenop wat de gelddrukkerij. Ja, het hoeft mij heel klein te zijn. Ja, ik doe gewoon net wat ik daar nog niet genoeg groot voor heb. Dat eerste doe ik dat allemaal heb moeten kopen. En dan kost het 1 miljoen en ik heb er geen geld meer, dus. Nou ja, de bank heeft wel wat geld. Maar ja, dan mag ik natuurlijk niet pakken. Oké, en dan nou moet ik eventjes hier aan de zijkant ervoor gaan zorgen dat het water niet weggaat. Dat ik beneden ben. Zo. Oh, 3. En dan heb je hier zo'n hoppetjes. Ja. Ja, dat kan. Dat kan precies. 2 voor deze chesten. Hup. En dan een trappetje in het midden. Met daar bovenop hoppetjes. In 2, in 3, 3, in 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Oké, dan doen we natuurlijk bovenaan. Oké, get go not working. Ik moet de radio voor zorgen dat ze wel naar beneden komen. Hier dan zo, zo'n ding wat we eventjes gaan maken. Ja, we maken het gewoon lekker in de lucht, joh. Why not? Dat dat überhaupt mogelijk is. Nou, eerst even hondjes pakken. 3 stuk hondjes padding. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ook dit is nog nodig. Ah, dit werkt perfect. Let's go. Dit werkt gewoon echt super, super, super. Oh,
Oh, das wäre einfach nur echt hier, oh, ernst. Super. Okay, das, ja. Okay, ja, dus tot en met hier gaat alles gewoon integreren. Dat is kijken hoor. De lid. Oké, dus alles moet gewoon integreren. Oh, we gaan dan weer een kwartiertje aan het opnemen. Zie je dit allemaal voor mij op het gebouw? Dan is dat best veel. Voor mij doen. Alle belangrijkste is dat we even goed doorgaan. Wat dat ook weer deze mod? Is dat dan een spawn ding voor? Een spawn app? Nee. Oké, wat is het met mijn geld drukken, Rai? Ja, het is nog een begin. Ik weet het, het is nog een beginfase. Oké.
Oh ja, dus niet alles gaat erin. Maar hoeveel en niet? 50. Het water kan op zich wel de hele tijd blijven stromen. Nou, lok mijn auto maar weer eens eventjes. Want we moeten er vandoor. Ja, als ik hier ooit heen ga, dan moet ik dus hier wat tegenaan. Tegen dit. Dit is mooi. Dik hard. Video settings zet ik even op 12. Zelf, hè. Dat vind ik vind zelf mijn auto niet echt belangrijk. Ja, die truckertjes. Wat?
Nee, nu vindt de baas wel dat ze hebben genoeg geld. Ja. Sorry, baas. Maar, hoeveel gaat het ervan met jou? 100.000 euro. Oftewel, 1-0 is 10. Plus 0 is 100. Dus, creditcard. 2 in 3 leuk. Dus 100.000 is, het is 10, 100.000, 100.000. En hoeveel krijg ik dan? Ja, 5 keer 100, dus 5.000. Wauw, is toch lang geen 100.000? Dus, hoeveel heb ik nu? Die wil ik graag houden. En dan zoek ik nog even mijn minigun. Waar is mijn fucking minigun? Die is ergens helemaal onderaan, ik weet het. Die zit ergens hier, kijk. En die wil ik graag houden. Verder. Nee, alles. Maar ja, en dan de safe kluis en deze. En deze. En verder mag alles weg. Dat was even het doel naar mijn escape naar mijn credit. Kaart en de rest doe even. Honderdduizend. Oh, dus dit is letterlijk 100.000. Oh ja. 5.000 en 5. Oh nee, wacht, dat was 10.000. Dus. Shift, hè? 2, 1, 3, 7. Trouwens, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Dit is 100.000 euro. Nou, aan wie moet het geven? Ja, aan mij. Zo, control, shift, Q, zo. Oeh, ik heb toch nog geld staat. Hoeveel wel? Waar zijn al die spullen gebleven? Oké. Moet ik dat dus weer even nieuw pakken. Dat was weer de kluis. Waar staat de kluis? Kluisje, kluisie. Mij moet hier ergens bij staan. Hier, ja, nee. 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 Ik had veel afgehaald voor mijn kluisie. Tja la 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 la.
Kijk, mensen, ik kan dus niet meer weer vinden. Dat is wel een beetje heel erg balen. Nou, ik vind hem ook zo wel, dat ook wel. Maar ik vind het gewoon heel jammer dat ik hem nu niet meer weer kan vinden. Terwijl ik me er zo op heb verheugd op de kluis. En laat ik mij gewoon in de steek door weg te gaan. Ik weet ook wel dat het niet zo is. Hij is ook wel gewoon weggegaan, maar hé, dat ik hem niet kan weervinden. En die later doet hij het. Nou, die van te later die doet het niet. Hier. Nee, 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 nope, 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 nope. Hij zat hier echt bij moeten staan. Nope. Snee, sna, snappie, 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 snee. Snee, sna, snappie, snappie is zo gay. Kees, nou, even een siertje. Alles langs gaan, om te kijken. Border. Wat? Hi. Duizend. Done. Nou. Done. Nee, daar ben ik voor gekomen, hè. Ik denk, als er zo'n border is. Redstone block. Mailbox. We hebben twee verschillende mailboxen. Ik weet het over de boxen. Pedestal. Ja, hij moet hier wel ergens bij staan. Dat moet. Normaal word ik echt al lang doorheen. Het is een beetje oude Minecraft spullen. Kijk, hier komen de nieuwe. Hier komen de instrumenten nou. Een wooden gun. Stone iron gun. Diamond gun. Heel veel doorspoelen tot bij de guns zijn. Ja, hier waren we gebleven. Hier zijn de diamond guns.
and diamond shield, diamond bronze shield. Sleutel is dat dus. Nee, is er nog een sleutel voor de celdeur? Als het nou daarvoor is. Kijk, save. Ah. Ja. Het kluisje. Wat wou ik nou eigenlijk mee? Kan ik hiermee ook deze deur openen? Met de key. What the fuck kun je met een key? Een car key? Keychain? Oké, wat is kapot met deze car key? Nou ja, ik ga het volgende keer testen. Nee, ik had er niks mee. Bij derde ook niet. Oh ja, mijn wagen moet eraf gemaakt worden. Hup, beveiliging, beveiliging, beveiliging. Dat niet waar helemaal niet aan moeten zitten, dan gaat er een heel groot alarm af. Hier komt gelijk SWAT er nou bij. Want dan lijkt het ook op een inbraak is. Wat weet jij er nou vanaf? Kijk. Ik zou het niet doen. Gewoon dicht! Voordat de politie komt. Wacht. Heb je nou over politie? Ja? Wow. Oké, we zijn nu echt al binnen een tijdje aan het opnemen. Maar ik zit gewoon niet helemaal in mijn spel, ja? Mag dat? En dan moet ik nog even de AK-47 hebben. Die zet ik even dus hier neer. Daar wil ik ook het ammo nu voor. Wacht, op welke politie heb ik dan? Please, SWAT. No way. Ja. Als we het al hebben. Politie, handen omhoog! Dat is inbraker!
Blitzi! Walter, Blitzi! Hij doet de grond van tegen in. Sorry. Hij doet de grond van tegen in. Sorry. Kom maar even stappen voor een incident. Dat het goed is afgelopen. Oh, maar het is maar goed dat het goed is afgelopen. Even kijken naar mijn shot. Je bent geslaagd, dat weet je. Maar hoe ga je daarna verder? Wat ga je studeren? Je weet het niet. Is dat erg? Yo, boys, shop hier een keer met super. Allee, dat kan ik niet van. Ja, die kan ik.
moet even bij de bank. Ja. Dan wordt het nog een moment op tegen wat aan hand gaat. Ja, precies. Ik wist het geen laatste goed. Gelukkig. Ik ga even naar de politie toe. En dan gaat geen alarm af. Wat? Ik ben net wakker aan. Wapens. Oké, hup. 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 Go, 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 go. Die laden. Tijd voor de foto mag. De zielen zijn op zijn hand.
is geklaard, waren er wel schieten. Kap ze die broer. Oké. Doe de vader van mij dan, meneer. Oh, dank je zo wat. Graag gedaan, geen dank. Hoi! De vader is er weer. Of zijn al bijna weer een uur aan het opnemen, dus. Ik ga zo weer deze video eindigen, mensen. Ik ben weer eens terug naar het plaatje en ga ik deze video beëindigen. Wat? Wat? Ja. Shut it down. Oké, de bot is gecrashed. Nogmaals, het is een mooi moment om de video af te sluiten. Vergeet niet even te liken en te abonneren. Bekijk ook zeker weten mijn vorige video nog even. Want dan kun je met je kanaal naar je zusjes kanaal trekken. Checken. En ik zal de vorige video ook nog even in de beschrijving zetten. Voor als je die nog niet hebt gezien. En tot de volgende video. Bye.